Dag lieve mensen van Carne Freaky, mijn naam is Lotte en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik weer eens een keertje Build Battle doen. En ik ben dit keer in mijn eentje, niet met Ronald, dus sorry daarvoor. Maar ik dacht ik ga het ook gewoon eens een keertje in mijn eentje doen. En ik heb al te lang geen Build Battle gedaan, dus ik moet zwaar inkomen. Ik heb katjesoren op en ik wou nog eventjes iets vertellen. Jullie vroegen waarom ik mijn haar heb geknipt en hier is mijn haar. Zoals je kunt zien heb ik het geknipt. En nee, niet echt. Mijn haar is normaal gesproken zo lang tot op mijn schouders. Zo is mijn haar gewoon. Dat is mijn haar. Ik heb het een hele tijd geleden geknipt. Ik weet niet, dat is gewoon mijn eigen haar. Dit zijn extensions die ik vaak in heb met opnames. Omdat ik dat ook wel grappig vind. Maar mensen zeiden in de comments van... Oh, wat zonde dat je je haar hebt geknipt. Maar het zijn extensions, dus... Dit is gewoon mijn eigen haar. Het spijt me dat jullie dat vervelend vinden, maar ik kan er ook niks aan doen. Dit is gewoon mijn haar. We gaan eens even leuk een potje Build Battle spelen. En laten we hopen dat ik nog enigszins weet hoe alles werkt. Oh my god, het thema is beer. En ik weet al precies hoe ik het ga bouwen. Ik kan trouwens zelf geen thema's kiezen. Ronald die kan dat wel, maar ik kan dat niet. Dat jullie dat eventjes weten. Dit wordt echt te schattig. Ik ga de ondergrond ga ik gewoon van gras maken. Oh god, hoe werkt dat ook alweer? Zo. En dan hier. En dan ga ik... Yeah. Oké, iemand zegt hier... I am tired of building bear. Volgens mij is het nog steeds zo dat heel veel thema's weer hergebruikt worden. En sommige mensen die vinden dat heel vervelend. Maar dit soort thema's is echt helemaal mijn ding. Dus ik ben helemaal blij. Want ik hou van schattige dingetjes. En een beertje is natuurlijk helemaal geweldig. Dus let's do this. Ik ben nu zijn lijfje aan het bouwen. En dit zijn zijn pootjes. En ik denk dat ik dat eigenlijk maar... Oké, we gaan hem even wat groter maken. We hebben tijd zat namelijk. Tenminste, voor mijn doen hebben we tijd zat. 3, 4. En dan 1, 2, 3, 4. Zo. En dan moet hier nog even een rij bij. En zo. Boven zo. Hier komen de andere pootjes. En dan nog even een beetje omhoog. En dan doen we zo zijn kopje. Zijn hoofd. Wow. Moet dit nog één naar boven? Ah nee, eigenlijk staat het wel goed hier, denk ik. Oké, zo. Dan heb ik dit even wat te ver gedaan. Dus dat doen we even zo. En zo. En dan krijgt hij gewoon zo'n vierkant hoofd. Als dat ik met bijna al mijn dieren ongeveer maak. En dan gaan we zo nog even een rij aan de achterkant weghalen. Want ik vind hem nu iets te... Want hij heeft nou geen nek. Dat ziet er een beetje stom uit. Oké, 3 en 4... Dit is de bovenkant van zijn koppie. Nou, hij heeft natuurlijk geen haar of zo, maar hij heeft wel twee schattige oortjes. En een neusje. En lieve oogjes. Oké, dit ziet er een beetje gek uit, maar ik heb vertrouwen in mezelf. Ik ga het gewoon zo doen. En dan krijgt hij nog een lief staartje. Het ziet er wel uit als een staartje, toch? Jawel. Dit is wel lief. Oké. En dan planten we nu nog even wat bomen. En dan doen we gewoon grote jungle bomen. Dat lijkt me wel een goed idee. Zo. Misschien dat ik daarna nog iets erbij kan maken. Maar ik wil mezelf niet al te overschatten nu. Want ik heb het al veel te vaak gehad. Dat ik iets wilde bouwen en dat ik gewoon geen tijd had. Dus je kunt maar beter klein beginnen. Dat je in ieder geval iets af hebt. Zo zie ik ook altijd heel veel mensen. En ik ga jullie nu gewoon tips geven. Zo zie ik ook altijd heel veel mensen die dan heel veel in de omgeving hebben gebouwd. Alleen dan het eigenlijke onderwerp hebben ze bijvoorbeeld niet af. Dan is het bijvoorbeeld, dat onderwerp is bijvoorbeeld beer. En dan hebben ze heel veel bomen staan. En dan hebben ze een halve beer. En dat is niet handig. Je moet altijd beginnen met dat wat je in eerste instantie moet bouwen. Dat dat het onderwerp is. En dan kun je altijd nog iets daarnaast bouwen. Oké, nou. Het houdt hier bij mij een beetje op. Dus we gaan gewoon
particles doen. Hartjes, want het is een lieve beer. Het is een schattige beer. Zo. Een heleboel hartjes. Oh, wat lief. Nou, dat is ons beertje. Oké, hier heeft iemand een hond gemaakt. Dit ziet er toch niet uit als een hond. Ik vind hem niet mooi. Sorry, ik geef hem een poepje. Oké, dit ziet er een beetje uit als een kat. Maar het ziet er wel iets meer uit als een beer dan de vorige. Oké, dit is echt een hele platte beer. Ik vind hem ook niet echt heel mooi, moet ik eerlijk zijn. Maar oké voor effort. Oké, dit is mijn beertje. Ik hoop dat mensen die een beetje schattig vinden. Het is geen paard, het is een beer. Dit ziet er dan, dit ziet er zeker beter uit. Nou, ik vind deze al echt al helemaal een beetje lelijk. Sorry dat ik het zeg. Oké. Deze heeft denk ik honing of zo bij zich. Ik geef deze een oké. Ik vind hem wel oké. Oké. Dit ziet er wel uit als een beertje. Jawel, ik geef deze wel een goed. En oh, dit is ook schattig. Maar die ziet er meer uit als een muisje aan de kaas. Ik geef hem wel een okje, maar ik heb nog niet echt beeld gezien waarvan ik dacht van, wow, die is goed. Oké, deze lijkt op die beer uit Pokémon. Oh, dit is een enge beer. Met hele enge wangetjes. Ik geef hem wel een goed. Ik vind hem wel schattig. Oké, deze is ook wel schattig. Die ziet er meer uit als een soort teddybeertje. Oké, deze schattige beer heeft gewonnen. En wij zijn tweede geworden. Yay! Ik vond deze ook wel echt heel leuk. Fireball. Oké. Dat is een beetje een vreemd thema, maar het gaat ons lukken. We gaan de ondergrond van Bedrock doen. En dan gaan we in de lucht een fireball maken. En die gaan we van verschillende materialen doen. Dus eventjes zien. We gaan de fireball ja, we moeten natuurlijk veel oranje en rood. We gaan ook glowstone gebruiken, zodat we in ieder geval dat als kleur erbij hebben. En rood, geel en oranje glas. En dan maar gewoon wol, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel het beste is. Dat matcht het beste bij elkaar. En dan steken we later gewoon de hele boel in de hens. Dat vind ik al een goed idee. Oké. We gaan eerst eens even naar boven bouwen. Ho. Zo. Hier komt de bal ongeveer. En die maken we echt even een simpele vorm van hoe die ongeveer komt te zitten. Zo. Ik denk dat jullie zo wel begrijpen hoe die eruit komt te zien. Zeg maar een beetje rond, maar alsof die in de grond slaat. En dat is echt helemaal de bedoeling. Zo. Zo, en dan komt hij daar vandaan en dan komt hier helemaal zo'n streep. Net als een soort van komeet. Jullie snappen wel wat ik bedoel, denk ik, als het af is. Dat hij uit de lucht komt gevallen. Dit is echt de bedoeling zo. En dan hier komen ook nog particles en dergelijke. En ik weet niet, zo ziet het er alweer iets vlammender uit, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het kan beschrijven. Ik hoop dat jullie me snappen dat het enigszins ergens op lijkt. Maar dit is, vind ik, een raar onderwerp. Fireball. Doe me denken aan dat liedje van wat is het? Jean-Paul of zo heet hij toch? Zo. En dan even wat glowstone. Want ik ga het donker maken, zodat je het effect straks beter ziet. En ja. Dit zorgt even voor extra licht, want we gaan zo alles in de fik steken. Oké. De time moet in de nacht zijn. Dat klopt.
Dan de particles. Nee, niet redstone. Firework doen we. En dan moet ik... waar is die? Deze hebben. Oké. Okay. Oh. Oh, dit is wel goed zo. Oké. Okay. Zo dan. Oké. Okay. Ik vind hem wel cool gelukt zo. Dit vind ik wel cool. Ik denk dat hij zo wel cool is. Oké. Okay. Oh, dit is een gas die fireballs afvuurt. Oh my god. Die is zo schattig. Dat is echt leuk, leuk gedaan. Oké, okay, dit is echt een lavabal. Ik snap wel wat je mee bedoelt, maar ik vind hem wel heel simpel en een beetje saai. Oh my god, de tovenaar die een fireball afschiet. Dat is zo cool. Die gaat voor mij een epic. Oké, okay, dit is glowstone op een emerald blok. Oké, okay, ja man, ik zie hem echt helemaal. Nee, ik vind het niet mooi. Ja, dit is ook een fireball. Dat is ook een beetje wat ik in gedachten had. Hij krijgt een okje van mij, want ik snap wel wat hij ermee bedoelde. Oké, okay, dit is letterlijk een rode bal op een wit stuk vlak. Ik vind dat zo oncreatief. Dat is... Nee, dat vind ik gewoon niet mooi. Nou, ik hoop dat mensen die van mij wel cool vinden. Dat ze het niet één grote ellende vinden met al die particles. Oké, okay, dit ziet er ook wel... Ja, het is een platte fireball, maar... I don't know, ik geef hem een okje. Omdat hij zo enthousiast was. Ja, dit is ook weer... Oké, okay, ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Ik vind het gewoon een beetje oncreatief. Op zo'n wit vlak. En het... Oh, dit huisje gaat het zwaar krijgen, want er komt een komeet aan. En ik vind deze wel cool, dus ik krijg van mijn okje. Oké, okay, dit is een ingeslagen fireball. En dat is op zich ook wel cool gedaan. Ik heb ook een oké van mij. Het is een beetje weinig, maar het is wel cool. Hé, hey, we begonnen! Super cool! Goed zien! Zo, nou, dat was hem weer. Dit was de eerste keer, volgens mij, een van de eerste keren dat ik op mijn kanaal alleen Build Battle heb gedaan. Ik hoop dat jullie dit wel een beetje leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje achter als je hem leuk vond. En ja, mocht je mij een keer zien in Hypixel dat ik Build Battle aan het doen ben of whatever. Kom gerust meedoen. Ik vind het altijd hartstikke leuk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!